Het is cabrio tijd bij Puur BMW. Een tijdloze verschijning, de E46 Cabrio. Het lijnenspel, ja, ik vind het persoonlijk ook gewoon echt een prachtige auto hè, qua ontwerp. Een cabrio met de softtop, zoals het hoort. De E46, wellicht bij velen gewoon wel bekend, kwam in 1998 op de markt als sedan. En later volgden daar meerdere varianten op, zoals de Touring, de Coupé, de Cabrio, waar we nu mee onderweg zijn, en ook nog een compact. Zoals gezegd, de E46 Cabrio, ja, eind 1999 kwam deze op de markt. De eerste werden in Nederland in 2000 werden die geleverd. In eerste instantie ook alleen 6-cilinder motoren, 320, 323, 328. En eigenlijk ja, in die hele cyclus zijn er wel wat wijzigingen gekomen. Eigenlijk is een pre-facelift. Of je hebt de pre-facelift modellen en de facelift modellen, maar ja, eigenlijk is ook wel weer tussen facelift modellen. Dat wel de motoren op de schop gingen, maar de neus niet. Want ja, echt de facelift zeg maar qua uiterlijk van de cabrio en de coupé, die kwam er pas in 2003. Maar in 2001 werd wel het palet met motoren alweer gewisseld in lijn met de sedan en de touring. Want die werden al wel in 2001 gefacelift. Die wel te herkennen waren aan nou ja, onder andere de grill en de koplampen en onder de neus. Een heel speciale is, is de Estoril blauwe die in deze video voorbij komt. Estoril blauw, een kleur voor de M3 eigenlijk, maar ook als individual kleur wel te bestellen bij BMW. Dat heeft deze E46. De eerste neus nog. Of het oude neusje is maar net hoe je hem wil noemen. Daar zijn de meningen over verdeeld. Er zijn echt puristen die zeggen, ja, ik vind echt de eerste neus, die vind ik het allermooist bij de coupé en cabrio modellen. De ander zegt, doe mij toch liever de facelift. Nou ja, dat laat ik aan het midden. Ik kan van beide heel erg genieten. Maar ja, zoals gezegd, ja, Estoril blauw op zo'n cabrio. Ja, een waanzinnige kleur. Gecombineerd met zwart leder. Ja, en dan met de zon erop, ja, een auto die opvalt. Hè? Dus ja, hou je wel van een beetje opvallen, ja, dan is de kleur die je gewoon moet hebben, vind ik. Het kan natuurlijk ook gedistingueerder. Er was een hele palet aan kleuren, was er leverbaar. Ook de kapper, zeg maar, in het begin kon je kiezen met combinatie met groen, bijvoorbeeld een Oxford groen met een groene kap. Orient blauw met een blauwe kap. Later, gek genoeg, bij de facelift kon je alleen standaard kiezen uit een zwarte kap of een blauwe kap. Maar ja, daar komen we weer op individual. Ja, daar was ook het een en ander mogelijk. Ja, als je het wil, dan kon een andere kleur kap ook. Moest je meer betalen, maar hij kon erop. Maar ja, terug naar de Estoril blauwe. Nou ja, zoals gezegd, de eerste neus. In dit geval is de 320. Dus het is eigenlijk wel weer zo'n tussen facelift model als de 320. Dus ja, de motor die eind 2001 met de sedan en de touring. Eigenlijk de oude 320 met 150 pk verving, die kreeg 170. De 323 werd toen een 325. Nou ja, en de cabrio liep ook mee. Deze Estoril blauwe cabrio is van eind 2001. Dus ja, die heeft de 320 met 170 pk, de 2,2 liter. Grappig detail is ook nog wel dat deze auto ook de interieurlijsten in Estoril blauw heeft. Wat wel weer apart is, zeg maar. Ja, de ene zegt, ja, de standaard Alu Black Cube, ja, vind ik wel heel mooi. Maar ja, aan de andere kant, ja, de auto's, ja, het worden klassiekers nu. Deze Estoril blauwe cabrio, ja, die is... Die wordt 20 jaar oud dit jaar. Dus ja, dan denk ik van, met die blauwe lijsten, ja, ja, dan heb je iets aparts. Ik vind het leuk, ik hou er wel van. En dit specifieke exemplaar, ja, bevindt zich ook in ongelofelijke staat. Heeft slechts 81.000 kilometer gereden. Heeft altijd in één en dezelfde plaats gereden. Heeft daar drie eigenaren gehad. Historie helemaal na te gaan.
Ja, gewoon een geweldige auto. Met het sportpakket heb ik nog niet aangehaald. Nou ja, dat geeft hem toch even net wat meer body. De auto staat wat lager, het M aerodynamica pakket. Hè, de voor- en achterbumpers, sideskirts zijn anders. Nou ja, en uiteraard ga je naar binnen toe. Ja, heb je natuurlijk de M instaplijsten, de sportstoelen in de Estoril blauwe cabrio. Met leden bekleed en ook elektrisch verstelbaar met memory. Nou ja, leuk in een cabrio ook is een beetje geluid. Hij heeft een hi-fi luidsprekersysteem. Wat net wat extra is dan het standaard geluidssysteem wat BMW monteerde. Nou ja, niet te vergeten, als we toch weer even naar de auto zelf gaan, het sportonderstel voor iets meer dynamische rij-eigenschappen. Maar toch met het sportpakket ook wel comfortabel. Ja, al met al kom ik toch weer terug. Een tijdloze verschijning, de E46 cabriolet. En dus ja, hij... Vind ik, hij ziet er niet gedateerd uit. Hij ziet er juist modern uit. Maar aan de andere kant wordt hij ook wel weer, heeft hij ook de klassieke uitstraling. Dus ja, ik ben natuurlijk wel gekleurd. Maar ja, voor mij wel echt een van de, ja, van de mooiste cabrio's die ooit gemaakt zijn. Maar de E46 cabrio, ja, die was natuurlijk als cabrio wel weer een doorontwikkeling op de E36. En ja, dat zie je natuurlijk wel op bepaalde vlakken terug, op veiligheid. Nou ja, los natuurlijk dat zo'n auto meer airbags kreeg, zoals nou ja, E46 sowieso al airbags voorin, zij-airbags. Maar dat er ook een overslagsysteem kwam in de vorm van de hoofdsteunen achter. Nou ja, die bij een ongeluk, als je over de kop schiet, uitschieten zeg maar. En de inzittende beschermen als de auto op het dak terecht zou komen. Maar ja, ook de stijfheid van de carrosserie ten opzichte van de E36. Ja, daar werden toch wel hele stappen gezet, zeg maar. De E46 heeft een hele stijve koets. Ja, dat merk je ook terug in het gewicht. Want ja, het is op zich wel een zware auto. Als je hem afzet tegen de E46 coupé, ja, dan is de cabrio toch snel zo'n 150 kilo zwaarder dan de coupé, zeg maar. Nou ja, het dak gaat eraf, er komt een softtop voor terug. Dus, maar ja, dat maakt de auto niet lichter in dat geval. Want er is heel veel aan de stijfheid gedaan van de carrosserie. Nou ja, de doorontwikkeling ten opzichte van de E36 natuurlijk. Ja, je ziet ook dingen. Ja, standaard kwam er ook een glazen achterruit. Ja, met achterruitverwarming. Nou ja, dat is natuurlijk wel een stuk comfortabeler. De kunststofruiten weten menigeen met een oudere cabrio in bezit. Ja, die moet je na verloop van tijd toch vervangen. Want het plastic dat wordt heel hard. Wordt dof en het gaat scheuren. Nou ja, zoals gezegd, de E46 in de softtops in een glazen achteruit. Met achteruitverwarming, maar ook het verwarmingssysteem, ja, komt bij de achteruit, komt daar lucht naar boven, dus ja, al met al gewoon, nou ja, airconditioning eigenlijk ook, ja, zit standaard op de cabrio's, op deze modellen. Dus ja, als je het zo ziet, ja, was dat toch wel weer een stuk moderner, de E46 cabrio ten opzichte van zijn voorganger. Naar cabrio rijden is bij uitstek ook zeer geschikt in Nederland, eigenlijk in ons klimaat. Ja, als je wil, kan je al heel vroeg in het seizoen ook wel rijden. Deze dag dat we rijden, het is vandaag 11 graden, het is prachtig weer. Ik heb geen verwarming aan, ik heb geen stoelverwarming aan. Ik heb het verre weg van koud. Hè. Het windscherm wat standaard meegeleverd werd met de E46 cabrio. Raampjes omhoog, ja, je zit gewoon heerlijk. We rijden nu op de binnenwegen, ja. Het zonnetje heeft al wel kracht, zeg maar. Dus het is gewoon lekker warm. En anders heb je hulpmiddelen nog als verwarming en stoelverwarmingen bij aan te zetten. Maar ja, terugkomend op Nederland, cabrioland, ja, ja, ons klimaat, ja, ja, we hebben natuurlijk wel af en toe hete zomers, maar ja, dat kan een keer een piek zijn dat je echt een hittegolf hebt. Maar ja, ten opzichte als je een cabrio in Spanje hebt, ja, ja, dan wordt het toch wat minder leuk als je een maand of twee maanden 40 graden hebt, ja, dan wil je het dak gewoon dicht doen. Ja, en in Nederland kun je gewoon heel veel open rijden, omdat het gewoon een plezierige temperatuur is. Loop je in de lente naar de zomer toe, ja, ja, 20, 25 en soms 30 graden is gewoon lekker in de cabrio. En in hoogzomer de avonden rijden open dak. Maar ja, nogmaals, ja, het past heel goed in Nederland. Je kan gewoon heel veel het dak open hebben.
Nou ja, de E46 Cabrio, ja, dat is een echte vierzitter, is het, zeg maar. Hij heeft ook gordels voor vier personen, zeg maar. Dus ja, de achterbank, ja, zijn ook echt twee kuipjes eigenlijk. Dus ja, je wil ook niet in het midden zitten en dat gaat ook niet. Ja, is natuurlijk ook in zo'n cabrio, zeg maar. Ja, de voorstoelen zijn vrij fors. Hè. Er zit eigenlijk ook weer de veiligheid. Ja, de gordels zitten ook aan de voorstoelen. Het zijn grote, stevige stoelen, zeg maar. Dus ja, zoals bij een coupé ook en een cabrio is de ruimte achterin wel wat beperkt, zeg maar. Dus ja, je kan er prima met vier volwassenen in, maar... Ja, ik ben aan de lange kant, dus je wil liever niet achter mij zitten. Maar ja, ben je niet al te groot, ja, dan gaat het met vier volwassenen prima. Ja, en ideaal is natuurlijk wel twee volwassenen en twee kindjes op de achterbank. Dan is het helemaal perfect. We hebben al even in de Estoril blauwe cabrio gereden. Nu zijn we onderweg ook wel in een prachtige uitvoering van de E46 cabrio. Dit is een 330 facelift uit 2005. In een hele chique kleurstelling. Sparkling graphite metallic. Dat is een zonder lak om te bestellen met een natuurbruin lederen interieur. Ja, een hele chique en ingetogen combinatie. Wel een unieke auto dit, hè, als 330 met automaat. Ja. Ongelooflijk veel opties zijn erop besteld. Xenon koplampen adaptief, dus meedraaiend, zit er al op. Dus best wel uniek op een E46. Deze Harman Kardon geluidsinstallatie, navigatie professional. Handsfree bellen gaat gewoon met je telefoon. Handsfree bellen gaat gewoon met je telefoon. Bluetooth koppeling is voorhanden, zeg maar. Dus ja, dit is een van de laatste. Dus ja, dan kwamen die features, die gadgets kwamen ook al in beeld. Stoelverstelling, elektrisch verstelbaar. Noem maar op, dimmende spiegels. Inklapbare spiegels, hè, licht en comfortpakket. Ja. Eigenlijk alles wat te bestellen was, zit wel op deze auto. Ga je weer onder de motorkap kijken. Ja, is toch voor heel veel toch wel de gewenste configuratie. Ja, de 330. Nou ja, het alombekende en betrouwbare M54 blok. In dit geval de automaat. Was het een handbak geweest van deze bouwjaren. Ja, dan is hij nog met een zesbak. Ja, dit is eigenlijk heel rustig rijden. Maar ja, als je een beetje gas geeft, ben je ook weg. Dit rijdt ontzettend relaxed rijdt het. Prachtige combinatie. De meeste mensen, ja, die rijden natuurlijk met zo'n cabrio in de lente en in de zomer. Is ook met deze auto altijd gebeurd. Toch is deze auto affabriek met een hardtop geleverd. Dus hij zit bij deze auto. Als je die erop zet, ja, dan wordt het de coupé. Ja, je kan wel zien dat het een hardtop is, maar hij krijgt de lijnen van een coupé. Je hebt gewoon volledig stalen dak. Dus het is wel even een klusje. Je moet het met twee man doen. Want dan tover je cabrio om in, zeg maar, een coupé. En dan kun je 's winters ook door. Het is wel even een klusje wat je met twee man moet doen. Een hardtop monteren. Er zijn vier klemmen waar je mee vastzet. Achterzijde en voorzijde klik je ook vast. 1 en 2. Dan heb je achterin nog twee mooie afdekkapjes om de klemmen af te schermen. En het leuke is, zit ook achteruitverwarming zit erin. En ook heb je achterin kaartleeslampjes en interieurverlichting. Dan heb ik het nu natuurlijk over de 330. Die staat vaak wel bij heel veel mensen bovenaan het lijstje. Alleen de E46 sowieso, maar ja, de cabrio's in het bijzonder maken de laatste jaren toch wel een stormachtige prijsontwikkeling mee. Ja, de prijzen schieten omhoog. Ja, 330 is ook wel echt in het bijzonder, hoor. Ben je dan minder af met een 320? Hè? Als je hem nou vergelijkt met de 330, ja, natuurlijk zit er wel verschil in de vermogens, maar... Ja, hoe gebruik je een cabrio? Wat ik net aanhaalde in deze 330 is het heerlijk toeren. Ja, eigenlijk doe je dat ook net zo goed in de 320. Hè? De 2.2 170 pk. Hetzelfde motorblok, natuurlijk andere boring en slag. Komt minder vermogen uit, maar toch nog 170 pk. Een toerenmotor, hij houdt van toeren maken. Ja,
De motor draait net zo soepel als de 25 of als de 30. Dus ja, eigenlijk met die 170 pk kun je echt prima vooruit. Als je er wel even voor gaat zitten en zoals aangehaald, ja, je brengt hem wat hoger in de toeren, is het ook gewoon een snelle auto waar je ook nog wel veel mensen achter je kan laten als je wilt. Ik zeg, ja, met zijn koppel, hij pakt onderin wel op. Ja, heb je ook gewoon een heerlijke toerauto eigenlijk. Ja. En wil je sneller, ja, ben je echt een purist die wil racen, ja, koop dan een M3. Ben je ook op zoek naar een echte BMW? Neem dan gerust contact met mij op.